En maar praten, en maar praten, en maar praten, en maar praten. Het gaat er om, het gaat er allermogend heer. Want de lui kunnen praten, toch niet laten. Ook al zegt ze meestal niks meer zin als meer. Ja, dat zou ik zo maar zeggen, wat ik zeggen wil ik zeggen. Ik wil zeggen, dat is echt geen flauwekul. Wat bedoel ik, dat bedoel ik, en dat is het en dat doet het. Wat ik zeggen wil, het is me toch een spul. Wat doet u zelf om gezond te blijven? Ik ga 2 keer per week sporten. Veel fietsen. En bewegen, de hele dag wel bijna. Dus ik kan slecht stilzitten. Ik zwem en ik sport. Ik beweeg niet. Ik loop en wandel regelmatig dus. En ik rook. Ik doe vanaf nu veel fietsen. 250 kilometer in de week. Wat doen jullie zelf om gezond te blijven? Veel sporten. Wat voor sport? Volleybal en beachtennis. En jij? Helemaal niks. gezond eten en sporten. Wat voor sport doet u? Bootcampen. Ik werk nog, dus dat is al heel gezond. Hè, om nog, ik ga met de fiets daar deels naartoe. En ik zou wel wat meer mogen bewegen, maar verder doe ik mijn best. Zo'n gezondheidsweek hè, die de gemeente Wijchen binnenkort organiseert. Is dat een goed initiatief? Natuurlijk, natuurlijk. Mensen moeten bewegen, moeten gezond blijven. Het is soms moeilijk om mensen in beweging te krijgen. Dat proberen wij ook. We doen veel vrijwilligerswerk om mensen in beweging te krijgen. Mensen die zitten, die blijven zitten soms. Dat is best lastig. Denkt u dat dit een goed initiatief is en dat mensen ook in beweging gaan komen? Ik denk het wel, ja. Ik denk het wel. En vooral als je het samen kunt doen. Hè? Mijn buurvrouw bijvoorbeeld, die neem ik altijd mee. En dat is heel gezellig. Is dat een goed idee dat de gemeente zich daarmee bemoeit? Ik denk het wel, ja. Goed dat ze waarom? Goed dat ze daar initiatieven nemen. Ja, heb je van allerhande regeltjes en wat, hè? Dus ik weet het ook niet. Of het allemaal wel helpt. Daar gaan de mensen zelf over. De gemeente wil zich over met bemoeien. Overal kruipen ze ertussen. Dat is niet goed. Het is een goed idee om dat te doen, ja. Eigen keus is dat. Het is de eigen keus. Mijn hoop mensen moeten onder de kont schoppen. Je moet aan de gang. Je moet niet iedere dag een paar frikadellen eten met mayonaise, hè? Ik moet positief blijven, hè? En wil ik graag ouder worden, dus ja. Ik hoorde pas dat we 116 kunnen worden, dus we hebben nog wat voor de boeg, hè? Dat is wel een goed argument, gezond oud kunnen worden. Ja, ouder worden is fijn, maar oud zijn, hè? Maar dat ligt ook aan de mensen zelf natuurlijk. Hoe dat je wij gevoeld, hè? Ja.